Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Welkom op deze 22e editie van Onze Haringparty. Genomineerd voor de Zilveren Haring als erkenning voor de bijdrage die CTT daar in Rotterdam levert aan de profilering en de promotie van Twente. Ik moet kennelijk eerst wat zeggen voordat ik die haring krijg. Dat doe ik graag, want het zal er niet zo vaak gebeuren dat een collega of zo. Iets omhoog, hè? Als je 80 wordt, wordt dat erger, vriend. Waarom? Ja? Nou, ik ben een vriend van Henk Bolk. Wij hebben heel lang samengewerkt vroeger. Elke maandagmorgen komen we even bij elkaar om 8:30 een kopje koffie drinken. En Henk die neemt mij geregeld mee. En als er ergens iets is wat belangrijk is, die ga je met me mee. Maar goed, het verschil is dus dat Henk is 74 en ik ben 84. Ik heb dus wat dat betreft helemaal geen zorgen en ik geniet ervan. 1, 2, 3! Super! Mensen, kom op! Hey! Laat me weten zonder dan kom ik naar je toe. Als ik jou zo zie, Debbie, dan ben ik niet meer moe. En de hele week denk ik alleen aan jou. Ik zeg wel 1000 keer hoeveel ik van jou hou. En nu! De sterren zeg ik je zacht, dat ik bij Debbie blijf de hele nacht. Nog een keer! Zaterdagavond zijn we
heren, wat fantastisch om u hier weer te zien. Ik heb u allemaal een hand gegeven en volgens mij heeft u echt zin in een gezellige avond. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, kijk, daaraan herken je ook de ware militair, toch? Enthousiasme op en top. En het is ook geweldig natuurlijk om niet alleen dat u hier bij ons in het Huis van de Stad bent, maar ook dat u weer bij elkaar bent en verhalen deelt. Tot enkele van de hele mooie momenten die ik ook straks als ik hier weg ben, toch ook wel diep in mijn geheugen gegrift uit. Mama, bye bye, baby bye bye. You must fly alone, but you fly so high. Dames en heren, niet heel toevallig valt de 7e Almeloze Veteranendag samen met het 7e jaar waarin mevrouw Hermans burgemeester is van onze stad. Immers, zij was het al die al snel na haar aantreden het initiatief hiertoe nam. Burgemeester. Come on, baby, and be my guest. Come on, join the party, do the thrust. Veteranen die worden uitgenodigd door de gemeente. En de gemeente die krijgt dus een budget van het ministerie van Defensie om deze dag te organiseren voor de plaatselijke veteranen. En dat zijn in Almelo zijn dat de 360. Vanavond zijn er 100 man. En dan moet je dan een beetje de dames erbij rekenen. Het zou er inderdaad mee kunnen zijn als wij wisten wie de veteranen zijn. Want dat weten we allemaal niet. Nou, de website www.veteranencaféalmelo.nl. Daar kunnen ze zich opgeven. Daar is een contactsite op. En men kan daar de gegevens invullen, wat ze gedaan hebben enzovoort. En dan krijgen ze tevens maandelijks een nieuwsbrief toegestuurd. Afdeling Almelo en omstreken is springlevend. Dankzij u als lid en dankzij alle vrijwilligers. Op naar de volgende 100 jaar. Blij om te kunnen melden dat het college van burgemeester en wethouders van Almelo heeft besloten u de stadspenning van de gemeente Almelo te geven. En daar hoort natuurlijk een mooie penning bij, maar ook een oorkonde. De gemeente Almelo, stadspenning van de gemeente Almelo, ingesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 1985, is door ons toegekend aan Groei en Bloei Almelo en omstreek op grond van haar 100-jarig jubileum. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dat jullie de stadspenning hebben gekregen, was dat iets wat jullie verwacht hadden? Daar hadden we totaal niet op gerekend. We hadden wel een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Beetje dom, want de landelijke vereniging is al koninklijk. Dus dan kan je niet nog een keer koninklijk worden. Daarom was het een grote verrassing dat we de stadspenning kregen. Daar zijn we erg trots op. Nou, onze leden komen voor 1/3 deel uit Almelo. En verder komen ze uit de gemeente Wierden, uit de gemeente Twenterand en uit de gemeente Tubbergen. En dat moet u zien tot aan de grens. En helemaal tot Vriezenveen, Vroomshoop, Langeveen. Eigenlijk heel noordoost, een beetje west Twente. Het is gebleken dat de laatste jaren mensen, zodra ze de 50 gepasseerd zijn, de kinderen de deur uit zijn, ze dan ineens aandacht en tijd krijgen voor wat meer tuinieren. En vandaar dat u in die leeftijdsgroep hier heel veel mensen zit en die aanwas blijft komen. Natuurlijk hebben we ook veel oudere leden, maar die zijn ook vaak nog heel actief. Dus ja, hele jonge mensen is een uitzondering. Thank you.
through the night, shining from afar, it looks like a star. And the coachman, Christopher, takes you down to La Diligence. He takes you right into a world of dreams. Dancing, romance, the lights turned down low, the night's young and swaying, favorite bands are playing, shining. Times are here to stay, rowing on a sea of harmony. We'll lead you through the night, shining from afar, it looks like a star. Dancing on the way, good times are here to stay, rowing on the sea. We hebben in het Stadsmuseum Almelo tot en met 10 september een expositie over het wel en weet leven van Jules Hedeman. Jules Hedeman was een zoon van Hartog Hedeman, de fabrikant van Hedeman, aan het Sluitersveld. En hij ging al op zeer jonge leeftijd, hij was 17, naar Zuid-Afrika om in zaken te gaan. Maar op een of andere manier dat is mislukt. En hij komt terug in Engeland, waar hij voor een sportkrant gaat werken in Manchester. En daar blijkt dat hij zijn stijl gevonden heeft. Hij door zijn krant naar Londen gestuurd om verslag te doen van een conferentie over de Tweede Boeroorlog. En daar ontmoet hij een Fransman die hem introduceert bij de Franse krant Le Siècle. Dan wordt hij de man in Londen. En dan wordt hij de man in Londen voor Le Matin. En op een gegeven moment gaat hij nou eigenlijk al vrij snel naar Parijs. En wordt daar uiteindelijk chef van de buitenlandredactie van Le Matin. Ja, hij was een heel goed journalist. Hij ging om met de grootte der aarde, met de Amerikaanse presidenten, met noem het maar op. En hij was een soort kuifje, heb ik wel eens gezegd. Want hij kwam achter dingen waar anderen niet achter kwamen. En hij is kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Berlijn, natuurlijk in Parijs. En hij heeft contacten tot in de hoogste kringen. En hem wordt verzekerd van alle kanten, er komt geen oorlog, of komt nu nog geen oorlog, het gebeurt helemaal niet. En dat schrijft hij. En een paar dagen later breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Het was dus echt, op zijn Frans gezegd, een kanaar. Een enorme misser. En weg was zijn reputatie. Zijn reputatie was weg, al kon hij wel wat potjes breken, maar hij werd ook door het Franse publiek, dat werd hem allemaal natuurlijk niet in dank afgenomen, maar hij heeft toen als, ja, zeg maar misschien een soort boetedoening, is hij dienst gaan nemen in het Franse leger, want hij was in 1911 genaturaliseerd tot Fransman. Hij is bij Verdun uiteindelijk gesneuveld of vermist geraakt. Een tijd geleden, wel 2 jaar geleden, kwam ik op het spoor van, ik weet ook niet eens meer hoe, maar van Nico van der Woude. En Nico van der Woude had een boek geschreven over deze figuur en had contact gehad ook met de familie Hedeman Joosten daarover. En de familie Hedeman Joosten had in de familie een doos met paparazzen en foto's en persoonlijke briefjes van Jules Hedeman. Eigenlijk te weinig om een expositie mee op te bouwen. En toen zijn we gaan denken van hoe kunnen we dat dan doen? En toen hebben we Maartje de Zeeuw, die bij ons vrijwillig is, bereid gevonden om een inspanning te leveren om
studie te maken van hoe was die oorlog nou voor Nederland? Hoe was die voor Almelo? Wat waren hier de items? Er was honger, er was distributie, er was, er werd enorm gesmokkeld. Er was van alles gaande. Ook de vrouwenemancipatie kreeg een enorme schwung door de Eerste Wereldoorlog. Zij kwam op het spoor van Adrie Ladenius, waar overigens straat na is genoemd. Als eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Almelo, overigens pas na de Eerste Wereldoorlog. Maar dat soort dingen, er waren enorme omwentelingen in Nederland en ook in Almelo. Daar gaat de tentoonstelling ook over. Ja, GZM is sinds 2014 onderdeel van de vereniging. Ook deels in het kader van nog maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sport. Net zoals de gymswim en het vrouwenzwemmen wat we gaan oppakken. Afgelopen weekend de afsluitende kampioenschappen gehad. Dus daar zijn ook behoorlijk veel medailles in de wacht gesleept. We hebben een zestal zwemmers zijn naar de jeugd-NK geweest in Dordrecht afgelopen weekend. Nou, er zijn ook diverse medailles weer binnengehaald. Wat kost het om bij jouw vereniging hier te zwemmen? Ja, de contributie is €60 per kwartaal voor jeugdleden tot en met 16 jaar. En daarboven is het €70 per kwartaal. Helaas komt er dan bovenop die contributie dan nog een bondsafdracht. En die is voor leden vanaf 12 jaar is die €50. Helle Aanshorst, jij bent trainster van de A1 en de A2. Vertel eens, wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat je zwemtraining geeft aan zwemmers die op het niveau zitten van regionale kampioenschappen en zelfs Nederlandse kampioenschappen. Ja, en dan heb je echte techniek, het wedstrijdzwemmen met tijden en ja, leuk. Ze zijn net terug van het NJJK en daar heeft Madeleine Schothans gezwommen. En die is tweede van heel Nederland geworden op de 200 meter school. Dus daar zijn we super trots op. Een hele mooie zilveren medaille, ja. We zijn zelf dit weekend in Zwolle geweest bij de Overijsselse B-kampioenschappen. En daar zijn we het eerste geworden in de medaillestatistieken. En daar hebben we 48 medailles weggesleept. Betekent dat dat jij een groot aantal uren per week daarmee bezig bent? En kun je uitdrukken hoeveel ongeveer? Ik denk dat het wel zo'n 20 uur in de week is. Wat zal het bij jou thuis een stoffige boel zijn? Zeker weten. Af en toe klagen ze ook wel. Meen je dat nou? Ja, echt waar. Heel veel jongere trainers zijn er nog. Er zijn nog trainers in opleiding. En hoeveel mensen zijn dat in totaal? Ik denk wel dat het toch met een team van 10 mensen zijn wel. Zeker. Op kampioenschappen. Wanneer? Die zijn over 2 weken. En dan is het einde van het seizoen ook meteen. En dan beginnen we straks het nieuwe seizoen weer. En dan beginnen we weer met de competities. En dan gaan we weer door naar de NK's en de zwemcups. En dan gaan we weer naar de EJK's. We hebben nog de Masters erin zitten met de NK. Die zijn in januari weer. Dus, en dan hebben we nog diverse wedstrijden die we zwemmen in Duitsland. Dat is ook altijd heel goed. Sinds vorig jaar ben ik met de Special Olympics naar Amerika, naar Los Angeles heen geweest. En daar woon je de 1500 meter? Ja, daar won ik de 1500 meter. En? Dan de zilver is van de estafette. En de brons is van de 1800. Ik ben nu 27. En ben je nu op je top of verwacht je nog meer medailles in de toekomst? Ik weet niet of ik op mijn top nog ben. Het kan altijd nog beter gaan. Het kan altijd nog hoger. Of, ik weet het niet. Ik heb bij de divisioning heb ik er heel hard voor moeten knokken. Want daar werd ik toen tweede. En toen bij de finale zelf werd ik toen eerste. Net op de laatste meter staat verzwommen. Heb ik nog even aangezet om even iets meer een iets meer voorsprong te creëren. Mijn grootste concurrent bij de 1500 was toen zo'n Andrew Smile was toen mijn grootste concurrent uit Amerika. Wessel bedoel ik, heel veel succes in de toekomst. Dank je. Eddie Schoneveld, we zitten hier op de 50ste Almeloze Ruiterdagen. Wat betekent dat voor jou?
Ja, eigenlijk wel een beetje spanning. We zijn hier al maanden mee bezig geweest. 50 jaar is natuurlijk een prestatie als je een evenement zo lang kunt volhouden. Daarnaast is het ook zo dat het evenement het oudste evenement van Almelo is. Waar we toch met elkaar best wel een beetje trots op zijn. En het is een van de grootste paardensportevenementen van Nederland. Dus met elkaar zijn we echt weken bezig geweest. Nou zeg maar maanden om dit evenement voor te bereiden. En dat het dan zover is, dat geeft toch een bepaalde kick en een bepaalde kriebel. Als je dan bekijkt 50 jaar hoe het allemaal begonnen is en hoe het op dit moment is, betekent dat dat de ruitersport in de lift zit? Dat durf ik niet echt te zeggen. De ruitersport heeft een flinke deuk opgelopen door de crisis. Want het werd natuurlijk allemaal wat zorgelijker, zeg maar. Het is erg duur en heel veel mensen hadden toch op een gegeven moment wat minder te besteden. Dus je kunt niet echt zeggen dat het heel erg veranderd is. Maar we zijn wel heel blij met de mensen die hier nog komen. Nou, dit jaar hebben we echt een record aantal aan deelnemers. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk de 50ste ruiterdagen hebben. Dus we hebben heel veel reclame ervoor gemaakt. Normaal de ponies is sowieso altijd een heel druk weekend. Maar ook de paarden is dit jaar een record aantal deelnemers. De ponies, er zijn echt hier hele topruiters bij die ook internationaal presteren. Dus, maar het klopt wel dat de aankomende maandag de paarden komen. En daar hebben we ook echt een heleboel toppers bij zitten. Maar van het weekend hebben we ook topsport gezien hoor. We hebben in ieder geval Frank Rosmar hier in huis. Die gaat naar de Olympische Spelen toe in Rio. We hebben Gabrielle Rensing, lid van onze eigen vereniging. Die zojuist ook in het viertal heeft gereden. Zij is lid van de Lole Ruiters, de organiserende vereniging hier. Maar ze is een zevende geworden op het Nederlands kampioenschap. Dus kortom hebben we natuurlijk ook een geweldig randprogramma dit jaar, omdat we 50 jaar bestaan. Zo hebben we maandagavond het 40-plus springen, of de Golden Oldies. Dus eigenlijk de 40-plussers die laten ook nog zien wat ze kunnen en daar zijn we heel blij mee. Dinsdagavond hebben we ook een speciaal programma met een optreden van een viertal van Marijke Hamming. Die komt hier een demonstratie geven. Woensdagavond hebben we de singer-songwriteravond hier op het trein. Woensdag hebben we ook de kinderdag. Toen komen ze vanuit een aantal scholen hier uit Almelo komen ze hier naar de manege toe om een rondleiding te krijgen. Maar daarnaast kunnen ze hier ook even pony rijden. Donderdag hebben we ook een speciaal programma. Dan krijgen we een showteam. En dan is er een demonstratie van dansschool In A Roll hier uit Almelo. Vrijdagavond is voor ons wel een beetje het hoogtepunt, want dan hebben we natuurlijk het traditionele ruitenbal. Dit jaar met Almeloze artiesten, DJ Bram Wijs en Duo Laredo, waarvan een van het duo, dat is natuurlijk Johnny Bolk. En Arjan Veneman uit Vriezenveen, dus er is ook vlakbij. En net daarvoor hebben we het duo springen. Dat is echt spectaculair en voor mensen ook heel erg leuk om te zien. Daar hebben we een mechanische stier. En die mechanische stieren, daar mag een ruiter op zitten. En tegelijkertijd zit er ook één op het paard. En op het moment dat het paard een hindernis springt, gaat de stier een tandje harder. Dus, en dan is het de kunst om te blijven zitten natuurlijk. En wie het langste blijft zitten, zo lang duurt de wedstrijd. Want ook zaterdag is nog echt de moeite waard. Zaterdagavond hebben we hier de grote prijs van Almelo en de Curo Muziek bij Kunstlicht. Daarnaast hebben we ook nog een heleboel demonstraties zaterdagavond. Dus ook echt weer de moeite waard. We zullen er zijn. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Helemaal goed. Lurch en Lars, hou u in de gaten. Volgt u mij maar, dan krijgt u antwoord op alle vragen. Op de duur en vervelend. Spokenjaar. So
Laat het erop toe. Hoor de stem van Piepheid. Ja! Los te laten. Ik weet dat dit het allerliefste is wat je wil. Weg uit die eeuwige duisternis. Kom, het is tijd om te gaan. Ga naar het licht. And the Tsar of Russia, they landed in the Phoenix. Hey.
Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. De haringparty van Balk Transport en Almelo wordt jaarlijks druk bezocht door beroemdheden uit de politiek en het bedrijfsleven. Ze komen niet alleen voor de haring en voor het feest, maar vooral om te netwerken. Eerst wat zeggen voordat ik die haring krijg. Dat doe ik graag, want het zal er niet zo vaak gebeuren dat een collega of zo. Dat ben je niet zo mogen, hè? Als je 80 wordt, wordt dat erger, vriend. Waarom? Samengewerkt vroeger. Elke maandagmorgen komen we even bij elkaar om 8:30 een kopje koffie drinken. En Henk die neemt mij geregeld mee. En als er ergens iets is wat belangrijk is, die ga je met me mee. Maar goed, het verschil is dus dat Henk is 74 en ik ben 84. Ik heb dus wat dat betreft helemaal geen zorgen en ik geniet ervan. Als ik jou zo zie, Debbie, dan ben ik niet meer moe. En de hele week denk ik alweer aan jou. Ik zeg al 1000 keer hoeveel ik van jou hou. En nu! Om de sterren zeg ik je zacht, dat ik bij Debbie blijf de hele nacht. Nog een keer! Zacht! Nelly Kroes was in Enschede als ambassadrice van Startup Delta. In een golfkarretje werd ze rondgereden over het kennispark bij de Universiteit Twente. En ze bezocht daar de succesvolle start-ups. Nelly Kroes had op het kennispark een druk dagprogramma, waarin ze niet alleen in gesprek ging met start-up bedrijfjes, maar ook zelf mocht ervaren hoe het is om een drone te besturen. Jullie zijn bezig om echt vooraan te lopen wat er in Nederland aan het gebeuren is. Dat moet ook zichtbaar worden. Het is een hele goede samenwerking. Bedrijfsleven, start-ups, universiteiten, hogescholen. En als ik kijk van wat er hier gepresteerd wordt, fantastisch. Het begint met een idee, een start-up. En veel lef. Want je springt echt in het diepe en het is een heel moeilijk proces. Want ontwikkelingen van producten duren vaak langer. En de behoefte aan geld blijft altijd bestaan. Het is vallen en opstaan. In de studentenwereld zie je, en na dat onderzoek is dat overduidelijk gebleken, dat een heel groot gedeelte van de studenten overweegt om een eigen bedrijf te starten. En dat zijn de inspirerende boodschappen waarvan ik zeg, doorgaan. Het is fascinerend om daar waar je denkt iets gevonden te hebben wat kan helpen voor een betere samenleving, voor een efficiëntere samenleving, voor een klimaat. Oplossing. Noem maar op, als je daar je dromen kunt waarmaken, kan niet beter. Wij zijn Hengelo. Jij toch ook? Bureau Hengelo heeft deze winactie gelanceerd. Dat deden zij vanaf de Stad Huistoren. Om de kick-off van de
prijs en of de Doe Mee en Winactie van Wijs en Hengelo te promoten en ook te lanceren. En dat moest op een symbolische plek. Tenminste, dat vonden we zelf. En dit vonden wij symbolisch genoeg om te zeggen van we gaan het van de toren blazen van we hebben een mooie stad. Hengelo is, geef aan waarom je het zo mooi vindt in één korte zin en maak kans op een hele gave prijs. Dat mag van alles zijn. De selectie zal voornamelijk wel op positieve manier willen we natuurlijk de informatie ophalen. Dus het is wij zijn Hengelo want of wij zijn Hengelo omdat. Je moet altijd beginnen met wij zijn Hengelo. En geef jouw mooie moment, een mooi moment of een uniek een locatie kan het ook zijn. Waarom vind jij of waarom ben jij Hengelo? Wat is voor jou Hengelo? En dat kan dus inderdaad ontroerend zijn, hilarisch, humoristisch, mooi. Genoeg redenen volgens mij zijn er te vinden om met een mooie slagzin te komen. Het prijzenpakket is samengesteld door verschillende ondernemers en Bureau Hengelo. Een compleet verzorgd weekend met een, ja, allemaal hele leuke onderdelen in je eigen stad. Dat zullen we in september ongeveer zal die plaatsvinden. Dat is in overleg met de prijswinnaar. Op zaterdag word je opgehaald met een taxi. Daarna een helikoptervlucht van een kwartier boven Hengelo. Daarna check je in bij Stravinsky. Je krijgt €250 shoptegoed om lekker in de binnenstad uit te geven. Een stad cadeau app met 50 punten, waardoor je die later ook weer kan inzetten. Je gaat lunchen in de Drienestraat. Je krijgt nog een ijsje bij Intenso. S'avonds dineren bij het Lansink, een fotoshoot bij je leukste foto, slapen dus bij Stravinsky ontbijten, de dag daarna naar de hammam, taxi terug naar huis, dus volledig verzorgd. En dat is de waarde van ongeveer €3000 en allemaal belangeloos beschikbaar gesteld door alle deelnemende winkeliers en winkels in de stad. Hengeloers hebben een maand de tijd om hun slagzin in te sturen. Vanaf vanmiddag 12 uur starten gaat de campagne live, dus er kunnen mensen gaan insturen tot en met 13 juli. Dus een maand lang kan iedereen een slagzin insturen en vandaar komt er een selectie. Ieder jaar organiseert Groei en Bloei haar Open Tuinen Weekend. Verschillende tuinen in Haaksbergen waren te bezichtigen. RTV Sternet ging een kijkje nemen. From the house upon the hill, all is still in this battle of wills. 'Cause you don't know how I feel upon this Ferris wheel. This trip isn't real, and we'll never forget who we are. All tattoos and battle scars. Open tuinenweekenden in Haaksbergen. Waarom doen jullie mee? Om heel veel mensen mee te laten genieten van onze mooie plek hier. Wat voor tuin laten jullie zien hier? Nou, sommigen zeggen een beetje Engelse tuin, maar ja, wij hebben er geen naam aan. Wij vinden het gewoon, wij hebben allemaal borders op kleur. Dus elke tuin, elke kant van het huis heeft een tuin. En die is dan ook in één bepaalde kleur. Like a star upon a tree, that soon will be on New Year's streets. Waarom hebben jullie voor deze kleur gekozen? Blauw-roze tinten, een beetje wit. Dat is de tuin van mijn man. Die houdt daarvan, die houdt van blauwe tinten. En ik was altijd een liefhebber van roze-rood. Dus op een gegeven moment heb ik dat doorgedrukt dat ik toch mijn roze-rode tuin kreeg. Wat hebben jullie met Groei en Bloei? Wat hebben we met Groei en Bloei? Ja, we zijn lid van Groei en Bloei. En we, ook al omdat we dus meedoen met de Open Tuindagen. Nou, je hebt contact met de mensen, dus met andere tuinliefhebbers die mee ook hun tuin open hebben gesteld. En we gaan met tuinreizen mee. Ja, sinds kort. Afgelopen donderdag voor het eerst. Maar daarvoor zijn we wel eens naar Engeland geweest op tuinreis. Maar nu willen we dus ook meer met de georganiseerde tuinreizen van Groei en Bloei meedoen. Dus zo is dit ook ontstaan. Dus we zijn ook bij diverse tuinen geweest dat ze iets een verhoogd terras hadden. En dan met stapjes naar beneden en dan het gras opgaat. Dus dat vinden we wel leuk om bij anderen ook ideeën op te doen. Hoeveel uur in de week ben je bezig met deze tuin? Nou, dat is ons al heel vaak gevraagd, maar we hebben het nooit bijgehouden. Maar elke dag wel een aantal uren. Still the same world spinning round. I watch it all as I stand still from the high.
was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. I will choose what I believe. Darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Geen Nederland op het EK en dus ook geen oranje in de straten. Maar zaterdagmiddag troffen België en Ierland elkaar en dus was er een EK-koorts in Enschede. Bij proeflokaal België en de Ierse pub Molly Malone. Ja, we merken wel bij sommige wedstrijden, zoals nu bijvoorbeeld België tegen Ierland, dat er meerdere mensen komen. Dus we hebben het zeker drukker gehad dan andere dagen. De sfeer zat er lekker in, er trekt weer meer mensen aan, dus uiteindelijk was het lekker gezellig. Je zag dat België in het begin een stuk beter was, maar je ziet Ierland herpakt zich. Maar het is gewoon een hele leuke sfeer om hier voetbal te kijken. Bent u speciaal voor de wedstrijd hier ook naartoe gekomen? Nee, we waren een dag met de vrouw met z'n vier wezen winkelen. Maar wij hadden zoiets van, nou gaan jullie lekker met z'n tweeën de stad in en wij gaan lekker voetbal kijken hier. En waar kun je nou beter Ierland-België kijken dan in de Ierse pub? Ja, ik kom van tegen de Franse grens, van 10 kilometer van de Franse grens. Dus het is een heel eind rijden voor ons. We hebben gezocht dat er een cafeetje achter een mogelijkheid om België te kunnen zien op tv. Het is hier perfect om dat hier te zien. Ja, we zagen nu net dat er gescoord werd. Denkt u nog dat het andere team terug zou komen? Ja, het zou wel leuk zijn voor Ierland als ze inderdaad 1-1 maken zometeen. Maar misschien, voor mij heeft België een iets beter elftal. Dus ja, ik zou het niet weten inderdaad. Ik zou het niet weten. Ja, je kunt een elftal krassen. Dus dan krijgt u 11 biertjes op het voetbalveld. En dan krijgt u een kraslat erbij. En kunt u wat leuks winnen van Jupiler, wat daar boven staat. En ja, de La Carne-actie. Wat elke dag wordt verlauwd. En dan krijgt u kunt u een loodje in een pad gooien. Als u een La Carne bestelt. En kunt u een prijspakket winnen van La Carne. Ja, we zijn eigenlijk voor de Ier. Maar daarom gingen we naar het café toe. Maar helaas hebben ze niet gewonnen, maar ja, ook mooi voor België. We hebben hier altijd een hele mooie sfeer. En we hebben eigenlijk geen last van supporters die zich misdragen, van Engelsen of welke nationaliteit dan ook. Er komen hier heel veel nationaliteiten, maar die kunnen het altijd heel goed met elkaar mixen. Dus nee, eigenlijk niet. Dat is ook niet nodig. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 120 Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.